euro ligt wederom onder druk. Daar liggen twee redenen aan ten grondslag. Europa heeft Italië terug naar de tekentafel gestuurd en aangegeven dat ze 3 weken de tijd hebben om met een nieuwe begroting te komen. Daarnaast heeft Merkel aangegeven zich na 2021 niet meer verkiesbaar te willen stellen. Na 18 jaar komt er dus een einde aan het tijdperk Merkel. En Europa verliest hiermee een boegbeeld. Ook Trump heeft weer van zich laten horen. De handelsoorlog met China bereikt weer een nieuw hoogtepunt. Het lijkt er dan ook daadwerkelijk op dat Trump alle importheffing daadwerkelijk gaat invoeren. Deze maand verwachten we gesprekken tussen Amerika en China. En de grote vraag is of we nou eindelijk eens met een oplossing komen waardoor de markten wat meer tot rust kunnen komen. Aankomende donderdag is het de beurt aan de Bank of England, die dan wederom weer vergadert. De rente zal naar alle verwachting laag blijven, maar grote vraag is, gaat Carney eventueel wat roepen over de gevolgen van een harde Brexit? We sluiten de week af met het banenrapport vanuit Amerika. De economie draait daar momenteel nog steeds goed en grote vraag is, blijft Amerika dit tempo volhouden? Kortom, ook deze week zit het venijn hem in de staart met aankomende donderdag de Bank of England en vrijdag het banencijfer vanuit Amerika.